De gemeenschap van Brokopondo, die getroffen is door wateroverlast, is woedend op de belanghebbende instanties die beheer hebben over het Stuwmeer en de Afobakka-stuwdam. Dit zegt Nelson Pansa, ondernemer van Afobakka. Een groep kleine ondernemers van het gebied protesteerde om aandacht te vragen voor de problemen als gevolg van de overstroming. Pansa dreigt alle bewoners van het district te mobiliseren om in opstand te komen als ze geen adequate hulp van de autoriteiten krijgen. We barden man, district Brokopondo ook wel opstand en na Allah heer Basha kapitein van het district Mekari. Zolang alleen maar ook een concreet oplossing, we gaan opstand massaal Gidemanja, Brunswick, Glasgow, Marshall, 106, JTN naar King Oost, Noord. Na gisuit na nga westu, dat na Brokopondo na nga sipaliwe ni para. No uno das anke detelik, we si uhore langa. To uno fin concrete, yuna voorzitter tok. To uno fin concrete oplossing na uno, da wo gwa opstand masal. Us, no no de tok, no asma na afko bundel Brokopondo, no asma. Brokopondo de bundel bundel ok ba. Ala desma sapsa dem du, uno no sapsa om du. Vier partijen met vier beleiden. En ook kan. Pansa zegt dat de bewoners het wachten op hulp beu zijn. De situatie is al langer dan een week gaande. Volgens de bewoners in de dorpen Balingsula, Nyulombe, Klaaskreek en Tapuripa is er niet op tijd ingespeeld op de situatie. Toen de redactie woensdag polshoogte nam, is het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing pas begonnen met het verstrekken van hulpgoederen. President, dan vice-president. De mam lukuma fasina san na nga concrete oplossing de mam sukucha gidesma. Ay, bon concrete oplossing sa wani in Brokopondo. Gomit sipali wini uktu Sara Creek. En Brokopondo no begina pede mai denki na bale of Afobakka. Brokopondo begina Sara Creek ay einde na Fedra. Ya? Des ala de dorpen fu Sara Creek uktu de ondro watra. Na spoed eisende hulp desma abi vanaf Sara Creek. Balensula, Brokopondo, Tapuripa, Dripada, Boslanti, Asigron, Victoria, Lombek, Klaaskreek. Dus de platteland langs de rivier, al die dorpen zijn overstroom. Pansa zegt dat de bewoners van het gebied zelfvoorzienend zijn, maar nu door wateroverlast machteloos zijn. Hij waarschuwt dat veel mensen niet meer in hun dagelijkse behoeften kunnen voorzien en men dit niet moet onderschatten. De ondernemer stelt dat de beleidsmakers de situatie niet met een korreltje zout moeten nemen.